Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op Groen Power Gaming. En we gaan kijken naar de nieuwe content die in FIFA 22 gereleased is. Er is geen nieuwe doelstelling gereleased. Er is ook geen nieuwe milestone gereleased. Dan gaan we kijken naar de SBC's. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet om even te abonneren hier beneden. Dan gaan we kijken naar de nieuwe TOTS SBC's. TOTS uitdaging 2, La Liga TOTS uitdaging voor een token en een pack. Wat moet je hiervoor inleveren is dan de vraag. 7 zeldzame spelers, minimaal goud, 30 chemistry. Niet moeilijk, gaan deze halen voor een sowieso een swap token natuurlijk. Easy packje. Hebben we dan nog een speler SBC, ja of nee? Nog van de Bundesliga. Oh, Arno Danjuma. Wow. 5-ster weakfoot, 4-ster skills, hoog normaal. Oh. 96 pace. Goede shooting, goede passing, hele goede dribbling. Goede stamina. Wow, 93 rated, maar wat een goede kaart. Oh. Hoe duur zal deze dan zijn? 2 teams moet je voor hem inleveren. Maar dit is echt een hele goede kaart, hoog normaal ook nog. 2 teams, een 85 en een 86. Poeh. Dat is wel aan de dure kant. Laat even weten, ga jij Danjuma doen of niet in de comments beneden. Doe nog even een duimpje omhoog en vergeet zeker niet om te abonneren. En graag tot de volgende keer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Dat was hem dan alweer. Dag vriendjes. Dag vriendinnetjes, tot de volgende keer maar weer.